Hallo allemaal, ja, hier is die dan eindelijk, de Molsim-video. Het heeft eventjes geduurd, zo mocht ik onder andere 1800, anno 1800 uitproberen. Super tof spel. De video is ook iets korter dan normaal, want ja, de afvaller van vorige week was Robert. Eindelijk een keer een man, na drie vrouwen eindelijk een keer een man namaken. En het was heel grappig, want hij was de deelnemer waar ik het meest tegenop keek. Van hoe ga ik hem kloppend maken? En ik was zo snel met zijn gezicht klaar, dat ik echt dacht, nou... Dit gaat eigenlijk best goed en ik vind hem ook heel goed lijken. Al zijn er wat dingetjes. Ja, je hebt natuurlijk beperkingen in het spel. Zo kan je niet alles doen met het gezicht. Je kan ook niet alles doen met de nek. Dus heel kloppend is het ook niet. Maar ik moet zeggen, als je zeg maar kijkt naar zijn ogen, zijn neus en zijn mond. Ik ben tevreden hoor, ik ben tevreden. Maar ja, Robert is het dus niet. Hij was de afvaller van de afgelopen week. Al, ja, ik heb geen punten op hem ingezet. Dus ik ben ook geen punten kwijt. Tot nu toe heb ik nog steeds de maximale score. Ik had wel ooit punten op hem ingezet in de eerste aflevering. Voor de eerste aflevering, nou ja, dan heb je natuurlijk nog niks gezien. Dus dan weet je niet echt wie er nu verdacht is. En toen had ik wel punten op hem ingezet. Ik had ook hem, ja, niet echt op mijn verdachtenlijstje. Al moest ik zeggen, bij die watervalopdracht, die er trouwens ontzettend spectaculair uitzag en ik vraag me af, aan de ene kant lijkt het mij super cool om te doen, aan de andere kant denk ik, ik zou daar ook niet comfortabel bovenaan staan van, ja laten we gaan. Nee, ik denk dat ik ook wel even zou twijfelen, misschien, ja, spannend. Maar dat was eigenlijk het enige moment dat ik even dacht, is Robert nu echt bang of is het zo'n Patrick Stoof touwbrug momentje, weet je wel, even extra aanzetten dat je bang bent en dan toch niet gaan. Of nou, hij is toen uiteindelijk wel gegaan. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, is dit echt eng? Of is dit een beetje aangedikt eng? Maar hij bleek het dus niet te zijn. Hij is de afvaller van afgelopen zaterdag. En ik ben benieuwd wie dit weekend een rood scherm gaat krijgen. En ik ben ook benieuwd wie de mol is. Want ik heb... Ja, het lijkt wel alsof mijn verdachtenlijstje alleen maar groter wordt. Maar de groep wordt steeds kleiner, dus dat wordt moeilijker. Ik wil niet mijn punten op iedereen inzetten. Ik durf ook mijn punten nog niet op één persoon in te zetten. En ik weet nog dat ik in de vorige video had gezegd dat ik Sarah eigenlijk niet echt meer verdachte. En dan hadden we deze aflevering waarvan ik dacht, Sarah... Ik wil jou niet meer verdenken. Doe niet zo. Dus dat is ook lastig. En ja, ze hebben het eigenlijk heel goed gedaan qua geld verdienen deze opdracht. Als ze dus bij Moltak wel van... Ja, maar het zou zomaar kunnen zijn dat er een nieuwe opdracht of een nieuwe aflevering aankomt. Waar die juist weer heel veel geld uit de pot gaat. Dus daar kan de mol bij deze aflevering lekker meedoen. Lekker geld verdienen, want het maakt toch niet uit. Wie weet gaat dat morgen gebeuren. En ja, wie die mol is, ik weet het niet. Maar er is een hele interessante Instagram post gekomen van een medewerker van Wie is de Mol. Dat zou zomaar eens de mol kunnen zijn die op die foto staat. Wie is het? Wie is het? Wie denk jij dat het is?